Welkom bij Respect to All, een programma waarin we het gaan hebben over iets dat niet meer vanzelfsprekend lijkt te zijn in deze tijd, namelijk respect. Respect voor elkaar, respect voor jezelf. En met name op het thema pesten. En dat doen we hier op het Brandenburgcollege. Op dat Brandenburgcollege is op 22 en 23 oktober een anti-pestcampagne geweest. En dat hield in dat de brugklassers aan de slag gingen met het thema pesten. Ze gingen in groepen werken om tot een symbool te komen dat vervolgens op de stoeptegels hier bij de ingang afgedrukt wordt, is geworden. Waarin ze laten zien, wij zijn tegen pesten. En in deze aflevering gaan we terugkijken op die campagne. We gaan de onthulling live meemaken. En we gaan eigenlijk kijken, wat is pesten nou eigenlijk? Als je gepest wordt, voelt het soms alsof je niet bestaat. Iemand negeren en buiten de groep sluiten is een indirecte vorm van pesten. Direct pesten is als je het zichtbaar doet. Bijvoorbeeld als je iemand beschuldigt of uitscheldt. Je bent zo lelijk. Als je morgen op school komt, maken we je helemaal kapot. Vies kutwijf. Pesten komt het meest voor tussen de 10 en 14 jaar. 33% van de jongeren wordt dan soms of vaak gepest. En 33% van de jongeren pest zelf. Pesten en gepest worden gaan vaak samen. Bijna 50% van de jongeren die gepest wordt, pest ook zelf. En 33% van de jongeren die anderen pest, wordt zelf ook gepest. Als je gepest wordt, voel je je heel alleen. Als je heel vaak gepest wordt, kun je je eenzaam voelen en depressief. Je vindt jezelf dan minder leuk. Vertrouwt klasgenoten niet meer en bent bang om naar school te gaan. Je kunt dan last krijgen van hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid. Naast mij Bert Hankman, teamleider binnen Brandenburg. Bert, even de campagne Respect to All, ja. De anti-pestcampagne. Mm-hmm. Vertel eens even, wat is het belang van die campagne binnen Brandenburg? Wordt er zoveel gepest op Brandenburg? Nou, het allerbelangrijkste is dat we respectvol met elkaar omgaan. We maken het elke dag mee in de maatschappij dat mensen het respect naar elkaar toe verliezen en steeds meer verliezen. En de boodschap naar onze leerlingen moet in ieder geval zijn dat we respectvol met elkaar omgaan. Ja. Dat is de intentie van alle campagnes die daaromheen verzonnen en gemaakt worden. Door ons als school, maar ook door de leerlingen zelf. En is dit iets dat jullie voor de eerste keer doen of is dit ook al vaker geweest, zo'n dergelijke campagne? Nee, wij doen dat jaarlijks. Elk jaar laten we dat terugkomen, zeker als reminder naar de leerlingen toe. Ook voor onszelf, want wij hebben daar een hele duidelijke boodschap en een hele belangrijke rol in als school natuurlijk. Dat doen we jaarlijks. We doen dat middels een project. Het project Respect to All, zoals we dat noemen. 3 dagen lang dat leerlingen met de mentor, samen met de klas, activiteiten doen in het kader van respectvolle omgang. En dan hoort het project Wij pesten niet op school, hoort daarbij. En vertel eens even in het kort voor de kijkers, wat heeft er allemaal op dat programma gestaan? Wat hebben jullie allemaal gedaan om die leerlingen dat bewustzijn bij te brengen? Ja, nou, wij starten altijd met een pesttest, waar kinderen toch even kritisch naar zichzelf kijken. In welke rol, wanneer er een pestsituatie zich voordoet, in welke rol sta jij of ben jij? Waarom dat jij die keuze gemaakt hebt en vooral, wat zou je dan doen? Want ja, korte metten maken kan ik natuurlijk op verschillende manieren. Hè? Of doe jij wel eens mee? Of... kijken ze kritisch naar zichzelf. Die pesttest wordt naderhand ook besproken met de leerlingen weer. Okay, dit wordt nu leuk, hè? Dat willen we graag hebben, die discussie. Waarom denk jij dat het iets oplevert? En teruggekoppeld van wat kun je daarmee als je geconfronteerd wordt met een pestsituatie. Daarnaast zijn er kringgesprekken met de mentor en de leerlingen. Wordt er echt diep ingegaan op het gevoel van de kinderen, wat het met hen doet wanneer ze in een pestsituatie terecht zijn geweest of komen.
En misschien nog wel het toetje, zal ik maar zeggen, van de hele campagne is de symbolenwedstrijd. Ja, dat hebben we aan het einde van die drie dagen gedaan. Dat de leerlingen gingen nadenken van ja, hoe zet ik nou weg? Dat nou weg binnen de school, hoe laat ik blijken naar de rest van de leerlingen in school dat wij staan voor wij pesten niet op school. En dat hebben we in samenwerking met de gemeente en de afdeling jeugd en gezin, hebben we iets moois bedacht, een perfecte samenwerking hierin, waarin leerlingen zelf een eigen logo mochten ontwerpen wat staat voor wij pesten niet op school. En dat logo dat wordt vandaag onthuld hier op school door de wethouder Leunissen. En daar zijn we zo meteen nogmaals rechtstreeks bij. Een hele hoop dus wat er eigenlijk gebeurt hier op het Brandenburg College rondom het thema pesten. En natuurlijk waren wij daar ook bij van Omroep Landgraaf. En we gaan even kijken naar een compilatie van die 22 en 23 oktober, die anti-pestcampagne. Ga eens even kijken waar deze les, waar ze mee bezig zijn. Kom even mee. Hallo. Hoe zijn jullie tot dit symbool gekomen? Nou, we hadden ons eigenlijk op internet gezocht, omdat het wel bij het beste vonden passen als geld. En wat was de achterliggende gedachte? Dat je kunt afweren naar pesten, dat moet stoppen. Ben je voor of tegen pesten? Tegen. Wat vind je van de campagne tot nu toe? Ik vind het belangrijk dat de kinderen weten welk leider aangericht kan worden met pesten. Ik vind dat belangrijk. Wordt in deze klas veel gepest? Op het moment in mijn klas nog niet. Nou, laten we dat ook zo houden. Je weet nooit wanneer leerlingen zich daarin uiten. Vaak duurt dat een week of 2-3, dan krijgen ze buikpijn. En ene keer heb ik dan moeder hier voor de deur staan. En vaak zeg ik dan, kom daar veel eerder mee, want wij pakken dat meteen aan. Zelfs nog de dag wanneer het gemeld wordt, ga ik ermee aan de slag. Ben je voor of tegen pesten? Ik ben tegen pesten. Ben je voor of tegen pesten? Ik ben tegen pesten. Ben je voor of tegen pesten? Tegen. Pesten gaat... Ja, de pestcampagne gaat veel verder dan alleen hier op Brandenburg. Het is ook een initiatief van de gemeente Landgraaf. Hoe toepasselijk kun je het hebben hier? We staan ernaast. En iemand die ook zijn medewerking heeft verleend aan het hele project en ook aanwezig was bij het project is wethouder Harry Leunissen. En Bo Bazen, een van onze verslaggevers, die sprak hem even. En hij ging ook nog even meekijken in de klasse om zelf te ervaren van ja, hoe leeft dat pest eigenlijk? Wat is het belang van deze campagne en waarom wordt dit gesteund? We zijn net samen in de klas geweest en daar zie je hoeveel pijn pesten doet. Je ziet wat het met kinderen doet. Het staat aan een gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg. En daar hebben de kinderen niet alleen nu en in de toekomst heel veel last van, maar straks ook de maatschappij. En daarom steun ik dit van harte. Ben u zelf ook wel eens in aanraking gekomen met pesten of mensen die gepest zijn geworden? Op dit moment, ik ben al bijna 40 jaar uit de lagere schoolbanken. In mijn directe omgeving tussen volwassenen nu niet. Ik kan me wel uit mijn jeugd herinneren dat er wel kinderen waren die gepest werden. En dat er de spreekwoordelijke zwakke schakel tussen zat. Ja, dat heb ik wel gezien. Wordt er in de politiek ook gepest? Nou, in de politiek gebeurt dat op een hele andere, nette manier. Laten we zeggen, door elkaar soms hele vervelende, hele moeilijke vragen te stellen. En laten we zeggen, op die manier, via een slimme manier, allerlei verwijten maken. En verwijten maken is natuurlijk toch ook een manier van pesten. Ja, dat gebeurt ook in de politiek. Heeft u zelf ook wel eens gepest? Nou, ik denk dat ik dat zelf actief niet gedaan heb. Heeft ook met een stuk opvoeding te maken. Ik weet zeker dat als dat mijn ouders ter oren gekomen zou zijn, ik de rekening daarvoor toen niet had willen betalen. Ik denk wel dat ik soms, passief gepest heb door te lang, aan de zijlijn te staan en het aan anderen over te laten. Ja, in die zin misschien wel. Heeft u nog iets te zeggen tegen pesters of de mensen die gepest zijn geworden?
Nou, ik denk dat degenen die gepest worden dat niet meteen bij zichzelf moeten zoeken. Tenzij ze zichzelf ook heel vervelend naar anderen gedragen. Dan krijg je daar de rekening voor terug. Dat kun je natuurlijk stoppen. Maar als het speerpunt van deze campagne is respect to all. Hè? Blijf vooral ook bij jezelf. Zoek de oorzaken niet ook meteen bij jezelf. Spreek iemand anders daarop aan. En als je dat, degene die je dan pest, en als je dat niet kunt of niet durft, trek vooral aan de bel, want daar heb je recht op. Wat verwacht je zelf nog van de campagne? Nou ja, ik heb begrepen dat er nagedacht wordt om aan deze campagne een symbool in gezicht te geven. Dat gaan we straks onthullen. En wat ik van deze campagne vooral verwacht is een stuk bewustwording bij de kinderen. Maar daar koppel ik ook meteen de boodschap aan. Bewustzijn moet je onderhouden, dus laat dat regelmatig terugkomen. En laat deze campagne vooral het beginpunt zijn van een permanente campagne, waarbij regelmatig op scholen pesten en de gevolgen daarvan ter sprake komen. En ik wens ze er heel veel succes bij. Ja, en na het werken aan die symbolen waren er dus heel veel symbolen verzameld. En een vakkundige jury bestaande uit een aantal mensen van school, van de gemeente, van verschillende partijen, zeg maar, die zijn toen in overleg gegaan met elkaar. En die hebben toen 5 potentiële winnaars uitgekozen. En bij dat overleg waren wij ook bij. Nou, waar we op letten is in ieder geval dat de boodschap duidelijk is voor elke leerling die hier op school zit. Als jury ga ik letten vooral op eenvoud. Dat het logo heel sprekend is, dat het duidelijk is. Kracht en eenvoud en uitstraling. Wij vinden dat er op locatie Brandenberg niet gepest mag en moet worden. Pesten. Het woord is al 100.000 keer gevallen bijna in deze uitzending. En het is mooi om te zien hoe de leerlingen ermee omgaan. Alleen, wat doet pesten nou eigenlijk met iemand die gepest wordt? Want dat is iets dat we ook niet mogen vergeten natuurlijk. En dat gaan we ook niet vergeten. We hebben namelijk het verhaal van iemand die gepest is. En dat wordt op een hele bijzondere manier verteld door een heel bijzonder iemand. Thank you.
Ja, een heel bijzonder verhaal dus van iemand die gepest is en die dat ook publiekelijk durft te vertellen. En waarmee dus ook nog een keer gezegd wordt, je hoeft je dus niet te schamen en geef het aan als je gepest wordt. Oké, stel je wordt dus gepest. Of je ziet dat iemand gepest wordt. Of je weet dat iemand gepest wordt. Of dat nu je broertje is, of je dat zelf bent, of je zusje. Als je als ouder kijkt naar dit programma, misschien is het wel je eigen kind. Wat dan? Is er een plek waar je dan naartoe kunt? Misschien anoniem. Ja, die plek is er. Die is er in Landgraaf. Het Centrum Jeugd en Gezin. En bij dat centrum kun je terecht met al je vragen over pesten, bijvoorbeeld. En onze verslaggever Joris, die ging eens even een kijkje nemen wat dat nou precies inhoudt daar. Goedemorgen, Joris Gerritsen. Welkom in Jeugd en Gezin. Dank u wel. Wat is Jeugd en Gezin precies? Jeugdgezin Landgraaf, dat is eigenlijk een laagdrempelige voorziening waar ouders en opvoeders terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. En dat is heel erg breed. Het kunnen eenvoudige vragen zijn, het kunnen moeilijkere vragen zijn, maar het is in elk geval anoniem en vrijblijvend en laagdrempelig. Kunnen mij kort uitleggen over jeugd en gezin met betrekking tot het antipestproject? We hebben samenwerking gezocht met de scholen Brandenberg en Eikenhagen College. Omdat wij elk jaar een week van de opvoeding organiseren en we wilden hun daar ook bij betrekken. En vanuit de school kwam toen het idee om iets te gaan doen rondom pesten. Hoe komen personen bij jullie binnen? Ze komen binnen, dat is heel verschillend. Ze kunnen onze adressen vinden via de website en via Facebookpagina. Er hangen overal posters, op scholen zijn we bekend, peuterspeelzalen zijn bekend. We staan in gemeentegids vernoemd. Soms is een huisdochter die aan een ouder zegt van, goh, ik hoor, je hebt een lichamelijke klacht, maar ik hoor ook dat je moe bent. Zegt die moeder dan, ja, maar ja, die kinderen, hè, 3 keer per nacht, 4 keer per nacht, en ik krijg ze maar niet in bed, ik ben gewoon kapot. Ja. Ik weet het ook niet. Kan zijn dat een huisdokter dan zegt van, nou, loop eens even die gang door, want daar zit jeugd en gezin. En ga daar eens praten. Misschien kun je samen wel een oplossing vinden. Ik denk dat het mooi is om bij af te sluiten. Wil ik u bedanken voor het interview. Oké, jullie ook heel erg bedankt. Ja, naast mij nog een keer de teamleider van Brandenberg, Bert Hankman. Bert, nou ja, je ziet het, de menigte heeft zich langzaam verzameld. Het moment is daar, de onthulling is nabij. Van het winnende logo. Even kort samenvatten, jij als teamleider, hoe kijk je terug op die campagne? Ja, ik kijk terug natuurlijk vol trots op een fantastische campagne. Vooral de samenwerking met de gemeente. Fantastisch zoals de gemeente ons ondersteund heeft in alle middelen en de manier waarop. Het mooie ontwerp van de leerlingen. Het mooie logo dat er uiteindelijk vandaag onthuld gaat worden. Want je hebt het al gezien? Ja, ik heb het stiekem natuurlijk nog gezien. Spannend. En ik moet ook zeggen, vol trots, onze medewerker Suzanne Lejeune, die dat mede grafisch heeft gestalte kunnen geven. Ja. En merk je ook iets aan de kinderen wat het teweeg heeft gebracht, dat hele thema pesten, dat op deze manier behandeld is? Ja, je merkt het ook elke dag. De kinderen komen ook nadrukkelijker naar de mentor toe. Wanneer ze iets signaleren of iets merken of iets voelen, is er meteen de boodschap die wij de afgelopen dagen hebben meegegeven, is helder en duidelijk overgekomen. Ik denk dat wij langzaam ons naar buiten gaan begeven, want de wethouder staat ook klaar en alles gaat langzaam naar buiten. Dus het is zover. We gaan kijken welk symbool gewonnen heeft. Bert, alvast dankjewel. Graag gedaan. We gaan naar buiten. Opvoeden, dat doen we samen, vertel ik overal. En dus heeft ook de gemeente een rol en een taak als partner bij die opvoeding. En dan stel ik voor dat we dat logo nu samen met z'n vijven gaan onthullen. Dat doen we door de pionnen weg te pakken. 3, 2, 1, oh, daar komt ie. Ja, en met de onthulling van dit prachtige symbool is er ook een einde gekomen aan de antipestcampagne van het Brandenberg College. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het hiermee klaar is. Nee. Iedereen beseft zich ook wel heel erg goed dat het stoppen van pesten, het tegengaan van pesten, niet zomaar van vandaag op morgen gerealiseerd is. Dat beseffen wij, dat beseffen de docenten hier, dat beseffen de leerlingen ook en dat beseffen jullie zelf ook wel. Het belangrijkste is dat we wel een statement gemaakt hebben. Wij, en daarmee bedoel ik eigenlijk de leerlingen hier op het Brandenberg College. Stop pesten. En dat begint bij jezelf. Accepteer gewoon de ander hoe die is. Accepteer jezelf
behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Heb respect voor elkaar. Respect is het woord. Respect to all.